Jongens, wat een heugelijke dag. Aflevering 7 van de Road to Glory met de nieuwe Weekend League en de rewards. En dat betekent dus ook dat er weer wat kleine verschuivingen gaan komen in het team. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Oh ja, zoals jullie weten speel ik natuurlijk op een Road to Glory. Heerlijk. Geweldig! Ik besteed geen geld aan FIFA-puntjes. Doe jij dat nou wel? Dat is toch logisch? Er is op dit moment natuurlijk een promo aan de gang met speciale pakketten. Ben jij iemand die FIFA-punten koopt? Koop je codes dan bij de Top-Up Store. Ben ik mede-eigenaar van. Dan krijg je binnen een minuut je code in je mail. Helemaal veilig. Je krijgt er een factuurtje van. En met deze kortingscode krijg je ook nog eens altijd een kleine korting. Zoals aangekondigd in die video met Manu, twee wijzigingen. Tenminste, Rüdiger blijft. Die pakten we. En Chiesa en Ter Stegen, nieuw in het team. Dit is dus Chiesa. En met dit doelpunt zorgt hij ervoor dat we weer terugpromoveren naar Divisie 2. Godzijdank. Dit is in Divisie 2 nog een goaltje van Chiesa. En hier is hij weer belangrijk met een assist. Lekkere strakke voorzet, ook van Manu geleerd. En hierdoor hebben we in elk geval een klein buffertje in Divisie 2. En lijkt Chiesa in elk geval een echte aanwinst. En dan gaan we nu even in sneltreinvaart door de resterende 4 potjes van de playoffs voor de Weekend League. Die eerste hebben jullie natuurlijk gezien in die vorige video. Toen Manu ons coachte, of mij coachte en jullie wat tips gaf. En Chiesa gaat ondertussen gewoon door met scoren. Hier zit Patrick Rigaro er goed tussen. En ja, dan is het even loeren. Verzet hij zijn keepertje, ja of nee? Hij poft hem binnen. Dus echt een hele goede speler. Speelt dus in dat 4-4-2 systeem naast Isaac. Terwijl we hier de derde pot cadeau krijgen. Volgens mij van een Nederlander. Dankjewel. Als je kijkt, we zijn al gekwalificeerd voor de Weekend League. Dat is in elk geval een zorg minder. Maar in deze wedstrijd, je zag het misschien al, dit is de 6-1 van onze tegenstander. Het is af en toe echt behelpen. Het wordt nog 6-2 via Meet, zoals jullie zagen. Maar ik werd helemaal kapot gemaakt door die Griezmann en Thuram. Dit is dan in de vijfde pot. Dan lukt het gelukkig wel weer, maar ja, ik heb nog steeds met deze game dat ik niet echt stabiel ben. Dat ik sommige potten gewoon helemaal niks kan. Ik vind het ook zelden echt lekker spelen. Ik vind het sowieso al geen heel fijn spel, maar het speelt ook nog eens heel vaak sloom en traag. Al die paasjes die worden zo laat verstuurd en het komt maar niet aan. En je bent de hele tijd nog een beetje met horten en stoten aan het aanvallen. Rewards bij die Weekend League playoffs stellen eigenlijk niet zo heel veel voor. Grealish, Lerma, stelt niet veel voor. Ik besluit wel, na een paar tikkies in Division Rivals, toch weer te switchen van 4-4-2. Dat past mij toch niet echt naar 4-5-1. Frenkie de Jong komt erbij. Met die drie middenvelders op een rij vind ik het in elk geval wel fijner spelen. Maar dit is dan het begin van de Weekend League. Kijk, goede balverovering. Oh, Nico die staat niet meer op. Nou, oké, we krijgen Isaac ingespeeld. Ho, bal blijft weer hangen. Dit schot, nee. Ja, rolt weer half door. Oké, het is allemaal van een traagheid. Het loopt nooit soepel bij deze game. Ik weet niet wat het is. Vooral die Weekend League is nog erger dan de Division Rivals. En hier ook weer zit ik ertussen met Gravenberg. We zijn dus op 1-0 gekomen via Frenkie de Jong. Je zit ertussen en hier ook weer. Ik kan niet lekker switchen. Alles is verkeerd getimed. Het gaat te laat. Het gaat zo kut. Hier, oké. Nou ja, dit komt er wel. Kun je verliezen. En in twee passes staat mijn tegenstander weer bij ons voor de goal. En je moet altijd kritisch op jezelf zijn. En dat doe ik ook. Maar wat ik zeg, het speelt gewoon bijna nooit soepel. Dit komt er ook nog eventjes bij. Tot overmaat van ramp. En ik heb mijn internetsnelheid nog een paar keer gecheckt. Die is echt top. Zowel download als upload. Dus ik weet niet waar dit in zit. Dit heb ik vroeger alleen in hotels gehad. Weet je wel? Dat ik ergens in een hotel in het buitenland nog een keertje Weekend League wil spelen. En dat je dan op de wifi van het hotel zit. En dat heb je dat. Weet je wel? Dat die eerst heel lang freeze. En daarna gaat hij in één keer in een soort gigatempo dat potje afspelen. Heel raar. Maar het is allemaal struikelen. Het zijn allemaal rebounds. Ah, paasjes inleveren. Ik zit het hier weer lekker te verzuchten. En dan zijn we dus pas bij pot nummer 1. Dembele doet mijn tegenstander ook goed. Je weet ook nooit hoe de tegenstander het ervaart. Daar Rüdiger, die ja, mag best wel even een flinkere beuk uitdelen. Dat is toch echt zijn specialiteit. Krachtpatser Rüdiger. En nogmaals, tegenstander ja, doet veel goede dingen. Zeker als je het zo terugziet. Maar het voelt gewoon als een stroperig spel aan waarbij ik niet lekker soepel, responsive, zoals de Engelsen dat zeggen, mijn potjes kan spelen. We gaan dan dus al 0-1. Komen we weer tegen die Marcos Thuram. Altijd gezellig. Wij komen wel hier meteen in de 16. Isaac, nou grote kans. Oh, maait over de bal heen. Hop, weer drie keer balverlies achter elkaar. En het is weer behelpen. Goeie goal dit wel van Chiesa, maar het zijn wedstrijden. Ik creëer ook gewoon heel weinig, ondanks die tips van Manu. Echt allemaal hele goede tips. Dit is een zeldzame actie. Lang krijgt hem één keer lekker mee nog. Ja, dit is een goede dribbel. Dit wil je eigenlijk vaker zien. Maar dit is ook wel weer veelzeggend.
Goed, we winnen hem met 1-0. 1-1 dus. Teken ik voor. Dan na een kleine pauze, om te kijken of de gameplay misschien weer iets beter is. Deze derde pot. Nico Williams. Goed, via een player lockie aan de bal gekomen. Dan komt daar ruimte. Isaac, ingespeeld. Ja, Berba spinnetje. Oké, gaat weer niet helemaal lekker. Nico Williams. Dat is toch uiteindelijk een beetje de man die voor het gevaar moet zorgen, maar levert de bal weer zo in. Nogmaals, die passing is dramatisch in deze game. Ik kan me er niet aan onttrekken. En deze dribbel, ja, wat doe ik hier allemaal fout? Ik heb geen idee. Ik kom er in elk geval niet aan te pas. Dit is rebound nummer 1, denk ik, van deze video. En we verliezen die pot met 0-1. En dat zegt denk ik ook wel wat, dat er zo weinig wordt gescoord. Niks lukt gewoon. Ik kan gewoon niks creëren. Dat is het. Ik kan mijn creativiteit überhaupt niet etaleren. Want ik ben alleen maar heel voorzichtig, geconcentreerd, mijn paasjes aan het versturen en proberen die bal niet te verliezen. Zo voelt het een beetje. Dat was een lekkere 1-0. Na een goed paasje van Patrie. Daar ben ik heel erg naar op zoek, naar die lobbasis van haar. En af en toe komt het er ook uit. En deze tegenstander snapt het ook niet helemaal. Of daar gaat het ook niet helemaal lekker. En zo winnen we deze met 2-0. En gaan we 2-2. In elk geval weer in balans. Dan weer tegen Son en Griezmann. Goeie actie dit van Isaac. Lekker. Dit wil ik eigenlijk veel vaker zien. Dat ik gewoon een actie kan maken in de 16 en hem dan kan afmaken. Dit is Guigarro. Goeie bal op Gravenberg. En dan, ja, prima. Via de keeper. 2-0 voorsprong. Maar wat ik zeg, het gaat geen pot makkelijk. Hier zijn we deze man even kwijt. Ah, dit is rebound nummer 2, denk ik. Als ik goed heb meegeteld. Slecht balverlies van Dumfries. En zo is het. 6 minuten voor tijd. Oh, rebound nummer 3. Toch al 2-2. Maar we blijven voorzichtig en gefocust. En zo winnen we gelukkig deze pot. Lekkere aanval. Goed binnengegleden door Isaac. 3-2. Geen veldje aan de lucht. Komen tegen Barnes en Kane. Hier gaat het balverlies weer eventjes een paar keer over en weer. En komt hij hier voor de voetjes van Nico. Nico Williams. Maar dit is weer dramatisch balverlies. Als je het zo terug ziet, ziet het er allemaal zo slecht uit. Deze is ook mooi. Mag ik die als rebound tellen? Nee, dat was gewoon een eigen goal. Dus blijft de rebound teller op 3 staan. Was het een goede actie van Chiesa trouwens. Dat was een hele lekkere actie. Spoel hem vooral even terug. Hier Guigarro naar Nico Williams. Ja, het L1 dribbeltje lukt. Ja, dit is goed. Dit is leuk. Kan ik jullie helaas heel weinig voorbeelden van geven. Heel weinig doelpunten van laten zien die op die manier tot stand komen. Dit is weer rood getimed. Word je ook vrolijk van. En Nico weer met een goede L1 dribbel. Ja, komt zowaar bij Isaac terecht. Bal op de paal. Het zit dan ook niet mee. En de tegenstander via 2 passes hier naar Kingsley Coman. 2-2. En dit, ja, dit doet hij goed. Dit doet hij goed. Ik kan het allemaal niet verdedigen. Ik heb niet de souplesse en de vingervlugheid in elk geval om dat met goed snel switchen te behelpen. 3-3 dus. We zijn helemaal in balans. Maar zo beginnen we toch met stoom uit de oren aan pot nummer 7. En via Isaac en Guigarro is hier Nicky Williams weer ontsnapt. Tegen een Nederlandse tegenstander weer trouwens. In elk geval een Nederlands elftal logo, KNVB logo. Dus dan mag je toch aannemen dat het een Nederlander is. Ik verwacht niet dat een Spanjaard daar zo snel mee gaat spelen bijvoorbeeld. Lekker doelpuntje wel. Kun je niks van zeggen. Dan ziet het er ook wel aardig uit. Maar al deze games heb ik niet ervaren als dat het lekker liep. Dit is ook een mooi voorbeeld. Guigarro, countertje inzetten. Ah nee, helaas. En dan ligt hij hier alweer in het net. What the fuck gebeurt daar allemaal? Frenkie. Ah, jammer. Ja, goed getimed. Oké, dan dit. Holy fuck, wat zie ik. Wat is dit? Dit is een parodie op voetbal. Maar goed, 1-1. Niks aan de hand. Bal wel weer slecht verloren op eigen helft. En rebound nummer 4. Ben ik denk ik schappelijk geweest. Isaac, nee, helaas. Allemaal halve kansjes. Komt allemaal net niet lekker uit. Ik time ook helemaal niks groen. Oh, ook weer te ver voor me uitgespeeld. En zo gaan we deze pot toch weer helemaal uit handen geven. Francescoli, ook een irritante speler, maakt er dan 3-1 van. Dan is dit, Isaac, hey, een roulette en een schot. Niet groen getimed weliswaar, maar toch, hij zit erin. Tegenstander pakt rood en dan zijn we helemaal terug in de wedstrijd. Als hier Guti en rebound nummer 5. Nee, want deze is voor ons, dus die tel ik even. Ja, ik tel hem wel mee, joh. Rebound nummer 5. En zo zijn we helemaal terug in de wedstrijd. Maar Haaland, met een man minder, met tegenstander, gelijk weer op voorsprong. Dan duurt het hier ook weer zo verschrikkelijk lang. Gaat die bal er niet in, pakt mijn tegenstander nog een keer rood. Maar verliezen wij met 4-3. Zijn we nog steeds in balans? 4-4. Wat een fenomenaal begin van deze Weekend League. Ik denk niet dat ik dit ooit eerder heb gehad. Allende. 4-4. Dan maken we even een klein sprongetje. Dit is allemaal op de zondagochtend. Ik ben om 6 uur mijn nest uitgegaan. Ik lever de bal hier gelijk in. Meteen weer een heerlijke goal. Geweldig. Stompt hem nog even het eigen net in. Maar ik moet eerlijk bekennen. Deze pot, deze 9e pot, is de enige pot dat voor mij de gameplay voelde zoals ik
vindt dat het moet spelen. En hier ga je ook wel wat acties zien, gewoon wat aanvallen met dit soort ketens van skill moves, waarin het er gewoon allemaal lekker soepel uitziet. Je kunt draaien, je kunt lekker tikken, je kunt gewoon echt FIFA spelen. Ik sta weliswaar met 2-0 achter, maar zoals je net voor deze pot zag, dit is gewoon echt een goede tegenstander met een heel ziek team. Hij had een speciale kaart van Salah, hij heeft Van de Ven in vorm, hij had echt heel veel goede spelers. En ja goed, dit is van mij gewoon een goede goal. 2-1 terug in de wedstrijd. Bellingham inderdaad, Jota, Griezmann. Hij doet het ook gewoon goed. Hier zit ik even mis met het verdedigen. Ja, kan gebeuren. En hij prikt deze ook wel weer fantastisch binnen. Staan we 3-1 achter. Maar nogmaals, deze pot speelde de gameplay echt heerlijk. Op zondagochtend rond 5:15 was dit. Dan is dit Nico Williams. Op, hele lekkere dribbel. Groen getimed. Helemaal fantastisch. En hier komt Van de Ven helaas tekort. Worden we er toch weer uitgecounterd. 4-2 achter. Komt er nog één goaltje van Openda bij. Verliezen we die pot dus. Maar nogmaals, dat was heerlijk spelen. En het begin van deze pot was ook nog wel goed. Grappig genoeg, ja, ik klink net als Pasky hoor. Omdat hij ook altijd over die gameplay klaagt. Maar gedurende deze pot voelde ik de delay inslaan. Ik voelde dat het weer stroperig ging spelen. Het begin van deze pot was lekker. Terwijl we dus 4-5 gaan na die nederlaag van net. Bal op de paal hier nog weer. En ergens gedurende deze pot voel ik van holy shit. Het wordt weer minder responsive dus. Minder lekker snel. Openda verzuimt ons daar op voorsprong te schieten. En we winnen deze pot gelukkig nog wel na verlenging. Goeie actie dit van Chiesa. Dat zag er ook nog wel lekker uit. En hier Guti. Vind ik een hele fijne speler om in te laten vallen trouwens. Goeie combinatie. Openda nog één balrolletje. Lekker. Deze pot winnen we dus. En nu is het eigenlijk gewoon zorgen dat we die laatste 5 ook nog even winnen. Dan kunnen we er toch nog 10-5 van maken, net als vorige week. Het is dan nu dus ongeveer 6:30 op de zondagochtend. En de bal komt hier opnieuw bij Frenkie de Jong. Berbatov spinnetje, ja, lekker. Met buitenkant voet, zoals hij dat kan, binnen geprikt. En onze tegenstander pakt hier rood, daar worden we door geholpen. Maar ook tegen 10 man. Ik heb een uur met een man meer gespeeld. Ik kan jullie geen hoogtepunten laten zien van deze wedstrijd. Ik heb heel weinig klaargespeeld, echt. Er komt helemaal niks uit. Het is echt verschrikkelijk. In de allerlaatste secondes maken we er 2-0 van via Openda. Gaan we 6-5. Staan we in de plus. Een positief record. En is ineens het vertrouwen ook weer helemaal terug om er toch nog een geweldige rang van te maken. Vooral na deze rage quit. 7-5 komen we tegen Griezmann en Smith. Dit is een lekkere player lock. Isaac schaartje. Ja, keepertje weer verzet. Moet je ook niet doen. En zo staan we zelfs voor een derde zege op rij misschien wel, als het mee zit. Wat zeg ik? We hebben er al 3. Dit kan de 4e zege op rij worden en dat wordt het ook. 2-0 gewonnen, 8-5, nog 2 potten winnen. Denzel Dumfries, lekker meegenomen met de borst. Op Chiesa, na 25 minuten spelen, terugleggen, goal. Isaac, zet ons op voorsprong, dan is dit niet handig. Balletje heel slecht ingeleverd, Nicky van de Ven. Mijn fout natuurlijk. En Chiesa aan de andere kant met de 1-1. Dan is dit een kwartier voor tijd. Goede actie, Nico Williams. Openda gevonden. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Bal toch weer ingeleverd. Zonde. Maar ook de tegenstander kan er niet veel goeds mee doen. Het ziet er allemaal uit als kelderklasse niveau dit. Maar we krijgen hem toch bij Openda. En zo gaan we inderdaad toch een lekkere reeks neerzetten. Dit is nog wel even jammer. Mwah, ik heb wel eens betere koppers gezien. Maar we gaan dus 9-5. En dus de hoogste tijd om het woord te geven aan onze live verslaggever voor die allesbeslissende, cruciale en ongetwijfeld zenuwslopende 15e pot. Ja, zo staan we hier weer met 9-5. Maar goed, met deze jongens gaan we dat doen. Onze grande finale voor een nieuwe rang 4. Ik denk dat Chiesa wel de man van het weekend is. Goeie kaart. Kijk, daar lijkt niks mis. Zie je dat? Ping 20 ms. Ik heb geweldige internetsnelheid. Overstappen? Nee. Oh, jammer. Tot ziens. Ja. Eens even zien. Menjan. Shevchenko heeft hij ook. Oh, jammer zeg. Ha. Isaac. Ja. Come on. Altijd dat keepertje verzetten. Oh, weer, dit had ik vorige week ook al. Oh, nadat ik hem nog op 10-5 heb gezet, jongens, dat had ik eigenlijk niet meer gedacht toen ik vanmorgen die eerste pot verloor. Ja, het is echt een drama. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet hoe het komt vooral. Eén pot, gewoon gameplay zoals FIFA hoort te zijn. Gewoon lekker snel. Dat je
meerdere acties achter elkaar kunt maken. Dit is blijkbaar gewoon mijn niveau op dit moment. Weer rang 4. Nou, we hebben dus in elk geval, wat was het, 60.000 munten gekregen weer. Deze kan wel af. Ik vind het toch wel lekker. Met je commentaar erbij. Even kijken. 20 keer 81 plus. Ja. Morata. Dan. 10 keer 83 plus. Is het dan ook zo'n promokaartje? Een Deense linksback. 84 rated, 88 pace. Swava. Goeie naam. Swava. Nou, dit is lekker. Dit is in elk geval 10k, toch? Azerbi, Jukeris. 87 plus. Oké. Dan hebben we nog een hero pakket. Die zit bij de rewards, denk ik. En team of the week en nog een team of the week. Oké, kom maar. Wie gaat dit zijn? Oh, is dat Nakata dan of niet? Is die van Icon naar hero gegaan? Nakata! Volgens mij best wel een fijn spelertje. Ik heb hem tegen me gehad. 4-4 en hij is best wel behendig en zo. Toch ook gewoon 180k. Best wel lijp. Dat is ook een goede link voor Dumfries bijvoorbeeld. Dan hebben we hier nog 2 Team of the Week players. Geweldig. Van Wolfsburg, hoe kan het ook anders? Het is Inform Pop. Goeie pop. 88 shooting. 91 fysiek. Dit is een soort Mario Gomez met staart. Google Pixel Frauenbundesliga. Ja. Kopkanon. Oké. Misschien kan ze Nico Williams nog wat leren. Rauwdouwer, gekruld schot. Acrobatisch. Spring. Wel echt veel. Veel goede kwaliteiten. Poppetje. Nou ja, dat betekent dat we toch wel weer zo'n 100k hebben om dat team een beetje te verbeteren. Ik zag wel wat leuke reacties ook over Bastoni volgens mij. Oh ja, dit was echt een mooie reactie van Wouter. Bastoni is ongelooflijk goed. Ik vind die Guti trouwens ook nog wel fijn. Dat steekballetje van hem is echt heerlijk. Ik moet zeggen, kijk, als wij Nakata erin knallen, zo, dan komen we op 32 al. Dan heeft alleen Isaac 1 blokje te weinig. Natuurlijk moet je zelf ook dingen beter doen hoor, maar oh man, als dat spel zo speelt, dan is het echt crisis. Volgende week ga ik denk ik alles om 4 uur 's nachts spelen. Proberen en gewoon kijken wat dat doet. Thanks voor het kijken nu in elk geval jongens. Laat me even weten wat jullie met dit team zouden doen weer. We hebben dus nu zo'n kleine 100k op het bankie. Ik denk dat de tijd wel is gekomen dat we Isaac moeten gaan vervangen. Goed, dat was het. Succes allemaal en geniet van de zondag of van de komende week. We zien elkaar snel. Ciao.